Welkom bij Oude Westen TV. We hebben weer hele leuke items voor u op het programma staan. Gaat u mee? Dan gaan we een kijkje nemen. We gaan het vandaag hebben over een aantal maatschappelijke onderwerpen waarbij het anders moet. Waarbij het ook in de kunst belangrijk is dat ook de kunst zegt van het moet anders. We bekijken daarbij dus echt het kunstactivisme van vroeger, zo ongeveer rond de jaren 70, vergelijken we met kunstactivisme nu. Dus wat is er hetzelfde, wat is er anders? We confronteren dus eigenlijk vroeger met nu, nu met vroeger. We confronteren kunst met kunst en we confronteren u, het publiek, met eigenlijk alles wat de kunst vanavond zegt van het moet anders. Hij komt soms voor me. Of laat me halen wanneer ik mijn klusje moet doen. Het is een naklusje hoor. Eén waar ik nooit met hoofd en hart in zit. Hij heeft een vrouw. En is tevens eigenaar van mij, mijn man en mijn nakomelingen. Ja meester, fluister ik. Wanneer hij wil dat ik zijn naam uitroep op de manier waarop ik dat met mijn man doe. Man doe, mais li, in nenje lingua. Dit is niet mijn taal. Maar als ik het niet doe. Als ik het niet doe, dreigt hij met de verkoop van mijn enig overgebleven kind. En laat hij hem weer geeselen. Een tweede keer redt hij niet. De zweepslagen van de vorige keer staan nog kriskras op zijn huid. Die striemen die de boete dragen van het misdragen van mij in de ogen van mijn meester. Ja, meester, fluister ik de eerstvolgende keer. Ja, meester, fluister ik de eerstvolgende keer. Toen hij me weer liet halen voor mijn klusje. Ik weet dat als ik niet meega, wat eigenlijk geen optie is, hij mij zo naar het veilingdok toe kan sturen. Mijn man, mijn essentie en mij alles hier achterblijven. Dat lot gun ik die duivel niet eens. Dus ik blijf knikken, ja meester, en volg hem achterna. Ik vertel mijn man nooit precies wat hij gedaan heeft met mij, maar hoeft maar te zien hoe ik erbij loop om te weten wat hij gedaan heeft met mij en of er een kind aankomt te zijn dan wel niet van mijn slavenmeester. Het enige stukje geluk wat ik heb, ondanks dat zij dat eist, hij mij gelukkig niet wil verkopen. Moet ik blij zijn dat dit mijn lot is. Ondertussen blijf ik in leven. Ik heb nog jaren te gaan. Ik heb voor nu nog maar één kind. Ik heb voor nu nog maar één man, maar dat is alles wat ik heb nu. Mijn vrijheid heb ik nooit geleefd. Die heb ik nooit gekend. Tot die tijd blijf ik in leven voor mijn klusjes. Ik hoorde jou wel.
laat je je been los. En je ademt in bij de zool van je rechtervoet. Ik ben een Groningse en ik had geleerd van Rotterdammers, geen woorden maar daden. Het duurde dan ook even voordat ik Rini begreep. Dat waren daden, maar ook heel veel woorden. En ik leerde hem kennen als een hartelijke, vriendelijke vent die makkelijk sprak en veel grappen maakte. Hij maakte je vrolijk. En soms verbaasde ik me erover bij een actiegroep café dat mensen al die grappen van hem pikten. Ik dacht dat hij soms wel eens over de grens ging. Maar ja, iedereen bleef hard lachen. Eigenlijk bij alles wat hij zei. En je ging eigenlijk altijd, hoe pittig de discussies ook geweest waren, je ging door tante Lewina altijd vrolijk naar huis. Maar op een gegeven moment ben ik heel anders naar Rini gaan kijken. En ik heb sindsdien veel van hem geleerd en dat wil ik jullie hier vertellen. Het gebeurde vele jaren geleden. We hadden net een nieuwe burgemeester. En Osman Doğan ging dood. We zaten in een Odeon. Er waren sprekers, er was muziek en Rini was de ceremoniemeester. En opeens ging er ergens een telefoon af. En ik ergerde mij daaraan. Maar Rini zei, lieve mensen, wat zijn jullie toch geweldig. Dat kan nou alleen in het Oude Westen. Zoveel mensen in een zaal en toch kunnen jullie stil zijn uit respect voor Osman en zijn familie. Wat geweldig dat er zoveel mensen aan dachten om zelf een telefoon uit te doen. Zie je wel, in het Oude Westen hoef je geen regels te geven, want mensen weten zelf wel wat ze wel of niet moeten doen. Respect komt uit onszelf. Wat zou Osman trots zijn op jullie allemaal? Wat een geweldige man, dacht ik toen.
Ik zat een beetje te sippen. Kun je niet het respect opbrengen en je telefoon uitzetten? Maar Rini niet. Rini prees al die honderden mensen in de zaal. En ik weet zeker dat een aantal mensen toen nog even heel snel hun telefoon uit hebben gezet. Die op en top positieve insteek hoort bij Rini. Nooit zal hij je afzeiken. Nou ja, misschien soms wel. Maar hij wist het altijd te kantelen naar, laten we zeggen, positieve feedback. Zo dat je je gezien voelde. En zo, dat is heel slim van hem, dat je nog harder je best deed voor hem. En vanaf die tijd keek ik anders naar Rini. Als hij in het actiegroepcafé een grap maakte tegen Rietje van Garderen, liet hij daarmee alle aanwezigen zien hoe goed het was dat deze oude, zieke, leuke dame elke keer maar weer aanwezig was bij het actiegroepcafé. Als hij tijdens de zeskamp commentaar had op hoe iemand op een spikkiebal rondhupte, dan was dat grappig. Maar het was ook om de aanwezigen erop te wijzen hoe goed het is dat diegene meedeed. En dat iedereen blij mocht zijn met de aanwezigheid van die ene mens daar op die skippiebank. Mensen die niet gezien worden, die hun mond niet zo vaak open doen, die eigenlijk een beetje weg lijken te vallen tussen in de menigte, die werd door hem omhoog getild. Hij zette hem in het zonnetje. En dan wist iedereen in het oude Westen dat jij bestaat en wie jij bent. Een grap zoals hij tijdens het actiegroepcafé maakte tegen een Chinese vrouw die de echt niet kon zeggen, zou ik nooit kunnen maken. Maar Rini wel. Want die mevrouw wist dat tante Lili naar haar zag. En dat ze vanaf dat moment onderdeel uitmaakte van het oude Westen. En die wijkagenten, daar staat ze, lieten zich toch keer op keer weer voor gek zetten door tante Lewina. Omdat ze wisten, zolang tante Lewina grappen maakt over ons en zolang de mensen daarom lachen, hebben wij een band met het oude Westen. En de verhalen en de grappen van Rini zorgden ervoor dat er een sfeer van saamhorigheid ontstaat en blijft. Wij zijn het oude Westen. We maken grappen over elkaar, maar ondertussen werken we met alles wat we in ons hebben aan een nog betere wijk. Een wijk waarin iedereen haar of zijn eigen plek heeft. Dat heb ik van Rini geleerd en dat heeft me veranderd. En dat kan niemand meer van ons afpakken. Zelfs de dood niet. Dit was het weer voor vandaag. Wij zien u volgende week donderdag weer. Voor meer kijkplezier en informatie gaat u naar de website www.oudewesten.tv. Tot ziens!